Jeroen Kampscheur gehuldigd, nieuwe raadsleden geïnstalleerd en hertelling in Zoeterwoude. Welkom bij het Unity TV Nieuws Weekoverzicht. Bijna 2100 mensen in de Leidse Merenwijk hebben hun handtekening gezet tegen de komst van hoge flats in een wijkparkje nabij winkelcentrum De Kopermolen. Dat maakte het actiecomité Hart voor de Merenwijk maandag bekend. Nu kunnen deze mensen nog genieten van het eerste lentezonnetje in hun tuintje. Maar de vraag is hoe lang dat nog kan. Dat zal niet zo heel lang meer duren, denk ik. Want dan krijgen we hier naast een hoge torenflat te staan. En we hebben toch al zo'n heel donker huis hier, hoor. Dan wordt het nog veel donkerder. Op basis van de eerste ideeën van de architect en projectontwikkelaar heeft het actiecomité Hart voor de Merenwijk een maquette gebouwd. Daarbij is duidelijk te zien hoeveel zon de flat wegneemt. We willen niet dat er gebouwd wordt in het wijkpark. Waarom niet eigenlijk? Want mensen hebben wel woningen nodig. Ja, maar er zijn genoeg andere plekken waar die woningen gebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld op het winkelcentrum zelf, of daarnaast, of de parkeerterreinen. Maar niet in het wijkpark. Het actiecomité is niet tegen het bouwen van woningen, maar wel op deze manier en op deze plek. Ja, er zijn wel heel veel mensen die een huis nodig hebben. Ja, er zijn er plekken zat op de wereld. Hè? Waarom moeten ze hier een leuk stukje groen dat we hier nog hebben, dat moeten ze weghalen. Ja. Dat vind ik ook een stom gedoe. Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan het gemeentebestuur. En daarna zal de nieuwe gemeenteraad zich nog buigen over de bouwplannen in de Merenwijk. De 24-jarige Leiderdorper Tom Mentink van de VVD heeft de raadsplek aan zijn neus voorbij zien gaan. Op een kwart stem werd het ergste scenario voor Mentink werkelijkheid. Thuis in Leiderdorp blikt hij terug op zijn verlies. Het is gebeurd en kwart stem, net te weinig. En zo zijn de regels nou helemaal in Nederland. En de wetgeving schrijft voor dat je wordt niet afgerond. En dan ben je geen raadslid en dat is ontzettend zuur. Maar ja, je moet verder. Hij had gehoopt iets kunnen te betekenen in Leiderdorp. Dit dorp ligt eigenlijk in mijn hart en ik zou er ook niet zo snel weggaan. En dan wil je eigenlijk wel iets terugdoen in de politiek. Wil je iets terugdoen voor het dorp. En dan had ik me belangrijk willen maken. Ja, helaas is dat niet gebeurd. Maar opgeven zit niet echt in zijn aard. Ik keek er zo tegenaan en dacht van nou laat maar helemaal die politiek, ik ben er helemaal klaar mee. Twee dagen later denk je bij jezelf, ik wil het eigenlijk gewoon en ik wil gewoon de politiek in. En ik ben er eigenlijk alleen maar hongerig op geworden om verder te gaan. Ik heb nu wel het gevoel van oké, ik ben er nu zo dichtbij geweest. Ja, ik ga niet zomaar de handdoek in de ring gooien en ermee ophouden. Zo zit ik ook niet in elkaar. Het plaatsen van 150 tijdelijke containerwoningen op 3 plekken in Leiden blijkt ruim 1,2 miljoen euro duurder te zijn uitgevallen dan begroot. Dat schrijft het gemeentebestuur aan de Leidse Raad. Ja, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat is iets wat we nog nader willen gaan uitzoeken. Maar we hebben als college geconstateerd dat er een enorme overschrijding zit. Dat is natuurlijk uiterst mate ernstig. We hebben daar vandaag via een brief de raad van op de hoogte gesteld. En geven in die brief ook aan dat we op 1 mei hopen meer te weten uit het onderzoek. Waar het nou precies in zit en hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Vooral het ervoor zorgen dat de locaties geschikt werden gemaakt voor woningen valt flink duurder uit. Een groot deel van de kosten lijkt er nu op, heeft te maken met bouwrijp maken en woonrijp maken van het gebied. Dat zijn al snel hoge kosten natuurlijk en dat telt al snel hoog op. Maar dat we daar achteraf met zo'n groot bedrag worden geconfronteerd, dat heeft ons ook verrast. En dat is ook een van de redenen waarom we daar goed onderzoek naar willen doen. De wethouder wacht een lastig debat met de gemeenteraad. Dat zal ongetwijfeld geen makkelijk gesprek worden. Dat is ook wat het college echt heel. We vinden het zelf ook heel ernstig wat er is gebeurd. En we kunnen ons voorstellen dat de raad dat ook vindt. En ook alle ook terecht dat een raad daar vragen over zal hebben. Die zullen wij zo goed mogelijk proberen te beantwoorden vanuit het college. Het is nog niet geheel duidelijk waar het extra geld vandaan moet komen. Dat zal het college en de raad moeten bekijken op wat voor manier dat zou kunnen gebeuren. Dat is even hun probleem.
Nou, dat is ons probleem. Hè? Dat is ons aller probleem. Dus dat voelt voor mij ook nog wel voor mij een probleem. Ook al ben ik straks misschien geen onderdeel meer van het college. Niets lijkt de komst van een hostel met 92 bedden in het centrum van Leiden nog tegen te houden. De ChristenUnie en buurtbewoners maakten bezwaar tegen de komst van een hostel aan de Steenschuur in de binnenstad. De bewoners zijn niet blij met de plannen, zo zeiden ze eerder voor onze camera. Iedereen die hier dus logeert, die moet buiten zijn vertier zoeken. En wij denken dus dat dat heel veel praten, roken, drinken oplevert. Dat het heel erg druk wordt in het Van der Werfpark, dat nu al heel erg druk is. En dat geeft absoluut veel overlast. Ja, maar dat is iets waar je van uitgaat, maar dat weten we helemaal niet. We weten het niet, maar dat kan je wel op je vingers natellen. De vergunning voor het hostel heeft de gemeente Leiden eerder al verleend. De ChristenUnie vroeg het college of dit wel de juiste manier was. En dat blijkt het geval. Het wijzigen van de bestemmingen van de panden van wonen naar horeca is volgens het gemeentebestuur niet in strijd met de huidige regelgeving. Het is de twee oprichters van Easyfiets gelukt om binnen de tijd genoeg geld op te halen voor een echte recyclefabriek. Hiermee wil het nu al succesvolle bedrijf 1000 fietsen recyclen binnen 1 jaar. Toch was het op het laatst nog even spannend. Het ging er een klein beetje ontspannen. In het begin liep het vrij hard en dan op een gegeven moment zakte het een beetje in. Maar uiteindelijk met nog de laatste loodjes hebben we het toch gehaald. Hebben jullie nog iets gedaan om wat voor elkaar te krijgen? Ik denk dat we gewoon ons best hebben gedaan om ons wat wij doen zoveel mogelijk te verspreiden. Niet alleen bij kennis en vrienden, maar gewoon echt van de daken te schreeuwen wat we doen. Maar wat wordt er eigenlijk met het geld gedaan? We gaan werkplaatsen kopen, bouwen, gereedschap kopen. En we gaan fietsen recyclen. Maar ik zag al heel veel werkbanken en gereedschap. Wat gaan jullie nog meer kopen? We hebben een klein stukje gereedschap hebben we al. Maar goed, we moeten natuurlijk meer werkplekken creëren en voor meer mensen gereedschap hebben. En de fietsen die we al hebben, die moeten we nog ombouwen tot werkende fietsen. 7 april is de opening. Dus dan hebben we iedereen uitgenodigd die bij Easyfiets betrokken is of ons crowdfund heeft. En dan gaan we laten zien wat we allemaal gaan doen in de fabriek. Een 35-jarige man is in de nacht van dinsdag naar woensdag overleden na een verkeersongeval op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Even na 1 uur krijgt de politie een melding van een aanrijding tussen een auto en een voetganger. Ambulancepersoneel start direct met de reanimatie, waarna het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overlijdt de man korte tijd later. De 25-jarige automobilist uit Leiden is niet gewond geraakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week is het tijd om afscheid te nemen van de oude raad en de nieuwe raad te installeren. In de Leidse raadzaal is woensdag afscheid genomen van de oude gemeenteraad. 22 van de 39 raadsleden keert niet meer terug in de nieuwe raad. Met veel mooie woorden heeft burgemeester Lenfrink de oude raad gedag gezegd. Belangrijk is dat ze geen spelletjes speelden, dat ze steeds de focus op de inhoud hadden. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Dat zie je niet overal in Nederland. En ik ben er hartstikke trots op dat deze raad die focus op de inhoud wel had. U zei gekscherend, misschien wel de beste raad ooit? Ja, dat is zo. En dan gaan we de volgende keer eens even kijken of die dat weer kunnen overtreffen. 4 politici gingen naar huis met een koninklijke onderscheiding. Deze wordt toegekend aan raadsleden die 12 jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten. Zo ging Julian van der Kraats van de SP, Monique van Zandijk van het CDA, Peter Bootsma van D66 en Daan Sloots van Leefbaar Leiden naar huis met een lintje. Vooral het afscheid van Daan Sloots was bijzonder. Na 24 jaar zei hij gedag tegen de gemeenteraad. Ja, dat is een enorme lange tijd. Hij heeft in die periode allerlei kanten van het politieke spectrum gezien. Maar hij is er altijd bij geweest. En het was mooi dat er op een warme wijze vanavond afscheid van hem genomen werd. Ja, dit is een bijzonder moment vanavond. Het is niet iets wat ik heel met blijdschap doe, afscheid nemen. Nee. Afscheid nemen is altijd heel moeilijk. Ja. Wat je ook doet als je afscheid neemt, is moeilijk. Komt u er wel overheen? Jawel. Ja. Dus gaan we lekker slapen hoor. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Oké, dankjewel. Het megaproject Rijnlandroute krijgt nu echt vorm. De nieuwe weg tussen de A4 en de A44 wordt steeds zichtbaarder in het landschap. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere oplossing in de regio Holland-Rijnland. Met name rondom Leiden en Katwijk. Een onderdeel van de Rijnlandroute is de aanleg van de N434... Een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden. Naar verwachting wordt de Rijnlandroute eind 2022 opgeleverd. Maar de voorbereidende werkzaamheden aan een tunnel onder Voorschoten zijn inmiddels gestart. De tunnel wordt straks 2,5 kilometer lang
En dankzij de tunnel is een groot deel van de N434 straks niet te zien of te horen. Nadat de startschacht is gebouwd, vindt vanaf volgend jaar de opbouw van de tunnelboormachine plaats. In de zomer van 2019 begint de tunnelboormachine met het boren van de eerste tunnelbuis. Naar verwachting duurt het boren van de eerste tunnelbuis ongeveer een half jaar. In 2020 start het boren van de tweede tunnelbuis. In Zoeterwoude is woensdagavond het besluit genomen om de stemmen van de verkiezingen opnieuw te tellen. Een historisch besluit. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Een drukte van belang in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Donderdagmorgen om 10 uur zijn de stembiljetten daar weer tevoorschijn gehaald voor een hertelling. De VVD had hierom gevraagd en de raad stemde ermee in. De VVD in het dorp had namelijk 11 stemmen te weinig gehaald voor een derde zetel en wilde een hertelling. Nou, er zijn twee mogelijkheden van hertelling. Dat is door het Centraal Stembureau, omdat je denkt dat er onregelmatigheden zijn geweest. Dat hebben we op vrijdag, was daar geen aanleiding toe. En vervolgens heeft gisteren de gemeenteraad, dat is de tweede manier, besloten om het toch te laten hertellen. Mocht er toch verschillen in zijn ontstaan, dan zijn de gevolgen groot. Dan we gaan nieuwe processen verbaal maken met de verschillende cijfers. Dat wordt dan in het systeem ingebracht. En dan zou het kunnen zijn dat de restzetel naar de VVD gaat. De hertelling van de stemmen heeft geen wijzigingen opgeleverd. Hierdoor behoudt progressief Zoeterwoude haar 6 zetels. De VVD blijft steken op 2. Het CDA komt met 4 zetels in de raad. En seniorenbelangen Zoeterwoude met 1 zetel. Na de bekendmaking van de uitslag van de hertelling werd de raad officieel ingesteld door burgemeester Liesbeth Bloemen. De raadsleden legden daarvoor een eed of belofte af. Ik zweer dat ik, om tot lid van de gemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Bas. Zo waarlijk mijn God almachtig. Mevrouw Koen. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. De heer De Vos. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. De heer Van Veen. Zo waarlijk helpt God mijn almachtig. De heer Pijnenkoper. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. En mevrouw Van der Poel. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. En ook in Leiderdorp is de nieuwe raad geïnstalleerd. In Leiderdorp is donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De gemeenteraad heeft 7 partijen. ChristenUnie SGP is een nieuwkomer. Vele familie, kennissen en vrienden van de raadsleden waren bij de plechtigheid aanwezig. De raadsleden legden de eed of belofte af en zijn hiermee de komende 4 jaar raadslid. Dat verklaren en beloven. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. Dat verklaar ik geloof. Dat verklaar ik geloof. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. Het is een uitdaging iedere keer en zoals je gehoord hebt, heb ik geconstateerd dat dit deze keer voor het eerst in Leiderdorp de helft uit dames bestaat. Dus dat is ook een nieuwe dimensie. Ik verwacht er veel van. Het is nu al gebleken vanavond dat er een goede sfeer is, harmonieus. Het was best wel even een probleempje op te lossen en dat wordt gedaan met z'n allen. Nou, dat is echt fantastisch. Heel fijn voor een burgemeester om dat al meteen bij de eerste raadsvergadering te ervaren. In Leiden is partij Sleutelstad nieuw in de raad gekomen. Ik zweer, dan wel, ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten. In Leiden is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De Leidse raad heeft 9 partijen en er zitten in totaal 39 leden in de gemeenteraad. Die allemaal de eed of de belofte hebben afgelegd. Dat verklaar en beloof ik. Pieter Krol. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, mooie keer alweer. Ja, ja, ik, en het blijft bijzonder. Ja. Dat vind ik, de eerste keer was natuurlijk van wauw. En dat is eigenlijk nog steeds.
Het jongste raadslid zit bij de SP. Dit is de 23-jarige Thomas van Halm. Ja, leuk. Ja. Dus ik had het eigenlijk niet helemaal verwacht, maar ik zat toch even terug te rekenen en dacht van ja, ik ben toch wel de jongste. Dus nou, heel erg leuk natuurlijk. De Nestor van de Raad is Frederik Zevenbergen van de VVD. Hij is het langzittende raadslid. Zevenbergen kwam in 2002 in de gemeenteraad. Wat je doet is als er een woordje namens de raad gedaan moet worden bij een jonge, nieuwe vader of moeder, dan doe je dat en dat soort dingen. Dus het gewone raadswerk dat kost veel meer tijd en is veel belangrijker. Met de nieuwe raad is het nog wachten op een nieuw college. De gesprekken daarvoor zijn nu in volle gang. Tot klaar en beloof ik. Donderdagavond is Paralympisch kampioen Jeroen Kampscheur gehuldigd in het gemeentehuis van Leiden-Dorp. Eerst was hij in de raadzaal voor een zilveren speld van de gemeente. Daarna was er een huldiging in Brasserie Park. En daar waren onder andere zijn coaches. Daar komt hij, Jeroen. Hij won goud bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Vanavond kreeg hij de Leiden-Dorpse speld uit hand van burgemeester Laila Driessen. Daarna ging hij het dorp door met Tamarco, gevolgd door familie, vrienden en Leiderdorper. Nu is hij hier voor zijn officiële huldiging. Laat je horen. Leiderdorp, laat je horen. Hier is Jeroen Kampscheur. Ja, en daar is hij hier op het podium. Leiderdorp, jullie applaus voor deze Paralympisch gouden medaillewinnaar. Jeroen, welkom. En dat allemaal in jouw Leiderdorp. Allemaal in mijn Leiderdorp. Ja, mooi hè? Als ik zeg Foco Tijdsma en Nick Elzewaard. Dat zijn mijn coaches. En natuurlijk zijn die ook hier voor jou. Die wil ik graag uitnodigen op het podium. Ik denk dat je mooie toekomst tegemoet gaat. Als je nu al kijkt wat je nu voor elkaar hebt gekregen. Dat is echt ongelooflijk. Eerste skimedaille van Nederland überhaupt. Dat is al iets om heel trots op te zijn. En hopelijk nog veel jaren samen met jou. Zeker. We are the Vrijdag zijn we nog even langs gegaan bij Kampscheur hoe hij de afgelopen tijd heeft beleefd. Dit is hem. Is die echt zo zwaar? Hij is heel zwaar. Hij is heel zwaar. Hoe? Nee. Hij is een halve kilo ongeveer. En het is gewoon de mooiste kleur, toch? Goud dus. En uiteraard is dit de mooiste in de prijzenkast van Jeroen. Maar hij is ook blij met de zilveren speld die hij donderdagavond kreeg uit handen van burgemeester Laila Driessen. En daarna volgde nog een huldiging in het dorp. Is leuk, tuurlijk. Weet je, als je inderdaad bij de koning bent en je krijgt een lintje en hier wordt ook weer, hier blijkt weer gewoon dat je weer iets bijzonders hebt gedaan. En dat is gewoon leuk en de huldiging was een mooi feestje en gewoon lekker gevierd en genoten van de gouden medaille weer. Ja. Nu zie je het laatste steile deel komen en je ging gewoon als een malle ook doorheen. Hier, ik ben wel heel blij, er komen nog twee gasten aan die ook wel een goede slalom kunnen skiën. Alleen 4 seconden is wel heel veel. Dus ja. Het was een drukke periode, maar wel met heel veel emotie en veel dingen. Veel media, aandacht ineens. Weet je, je gaat toch van iemand die bijna niemand kent. En dan kom je hier en daar in een uitzending en zit wel in een rollercoaster. Wat zijn je plannen op de korte termijn? Ik moet mijn HAVO-examen nog even halen. Ik heb heel veel school gemist. En ik ben wel, nu moet ik hard gaan werken om dat examen nog te halen. Ik sta er goed voor, maar het moet nog even gebeuren. En tot zover het Unity TV Nieuws weekoverzicht. Meer nieuws de hele dag door op unity.nu of via de unity.nu nieuwsapp. Heb je zelf een nieuwtje? Mail naar redactie@unity.nu. Dag!